Welkom bij Blue Tiger Studio. Mijn naam is Tom Zwitser en ik zit vandaag in de studio met Jan Roos. Dag Tom. Dag. Fijn dat je hier bent. Dankjewel man. Ja, supergezellig. Ja, mooie studio. Fantastisch. Dank je. Lekker Groningen. Warm. Ja. Prachtige provincie. De wind buiten, binnen lekker warm. We hebben een hele andere definitie van warmte, denk ik dan. Oh, oké. Okay. Man, het is menselijke warmte. Nee, leuk dat je er bent. Wij gaan jij mag praten. We gaan praten over de stelling. Niet politici, maar de media zijn het probleem. Ja, dat klopt. Je leest en hoort vaak van ons soort mensen. Namelijk, dat zijn de mensen die dan vaak in het populistische kamp worden geduwd. Omdat we eigenlijk gewoon zeggen wat er aan de hand is. Ja. Hoor je van, ja, de corrupte politici en de media of de partijkartel. Mm. Dat moet aangepakt worden. Dat is het grootste probleem van ons land. Dat is het grootste probleem van onze democratie. Dat is het gezwel wat zo snel mogelijk moet worden aangepakt. Dat is misschien wel ergens zo, maar dat is niet het grote probleem. Politici hebben de macht. Die verdelen ons geld. Die hebben we eigenlijk alle thuis in handen gegeven. En macht corrumpeert per definitie. Schone politici, dat bestaat eigenlijk niet. Omdat het ook niet kan. Hè? Nee, helemaal niet in ons stelsel. Het is allemaal compromis. Het zijn coalities. Je stemt tegen je eigen ideologie in. Je kan niet straight zijn als politicus. Je moet eigenlijk een beetje je doel, jezelf en je kiezers vlogenen om te kunnen functioneren. En dat kan je ze ook niet kwalijk nemen. Maar wat ik de media in Nederland heel erg kwalijk neem, is dat zij hun taak niet volbrengen. En een taak is dat jij in een gezonde democratie, als journalisten, de macht controleert en wijst waar er gelogen wordt, wijst waar er gemanipuleerd wordt, wijst waar de burgerbevolking helemaal geen profijt bij heeft. Mm. Je dient de macht te ontmaskeren en in zijn nare gezicht te tonen. En door dat te doen, moet die politicus of die partij daarop reageren. Die macht heeft de journalistiek en de media. Alleen in Nederland zegt de mainstream media exact wat de macht wil dat ze zeggen. Je ziet van die staaltjes voorbij komen. En dat zijn meestal linkse mensen die dat dan naar je toe sturen. Als je commentaar hebt, word je altijd met cijfertjes om de oren geslagen. Nederland staat in de top 5 van de meest persvrije landen die er zijn. En dat denk ik dat klopt. Ik wou net zeggen, je gooit wel mijn hele wereldbeeld omver. Dus ja. We leven in een vrij land met fantastische media die echt kritisch zijn. En, Nou, dat spijt me dan, maar het is niet anders. Jij en ik worden heel kritisch altijd bejegend door onze journalisten. Ja, tuurlijk, maar dat is dus wat ik wil zeggen. Die journalisten die laten de macht gaan. Die spreken het beleid goed van de macht. Die pakken de macht ook niet aan. Mm-hmm. Het is een soort, bij de Chinezen, dat je op een gegeven moment, je hebt besteld wat, en dan hoor je, en dan gaat er een luikje open en dan wordt het zo gegeven. Die Chinees, mag je dat nog zeggen, Chinees? Of is dat discriminatie? Die Aziatische persoon. Nederlander van Chinese afkomst. Origine, ja. Die Babi Pangang geeft. Mm-hmm. Dat is de Nederlandse media. Die zijn niets verder dan een doorgeefluik voor overheidsbeleid. En daarmee zijn ze propagandisten. Mm. Waarom wij, en dat is eigenlijk de crux, waarom wij in die top 5 staan, is omdat die mensen dat vrijwillig doen. Ja. Snap je wat ik zeg? Ja, ja. En dat is misschien nog wel het allerergste. Ik heb bij BNR Nieuwsradio gewerkt. Dat was toen een rechtsliberale zakenzender. Dat is tegenwoordig spelen ze NPO'tje zonder geld. Dus het is armoedzaaierige politiek correcte nonsens wat ze verkopen. Yeah. Alleen maar klimaatgeklets, et cetera. Daar zitten mensen die verdienen geen 2000 euro per maand. Echt? Bruto. Echt. En die zitten hun vingertjes blauw te tikken om politiek correcte
praatjes te verkondigen, waarvan Den Haag alleen maar, of tenminste het kabinet in deze, dankbaar achterover zit en zit te kijken wat die mensen het volk voorschoten. Dat is een veredelde uitkering. Het is bijstand plus. Ja. En die mensen doen dat volledig vrijwillig. Kijk, in Noord-Korea, als je dan dat niet doet, krijg je een kogel in je nek. Bij ons niet. Bij ons noem je jezelf journalist. En op het moment dat je journalist bent, dan ben je verheven. De reden waarom ik mezelf geen journalist noem, is omdat ik dat een besmette titel vind. Mm. Het probleem is dat Nederlandse journalisten helemaal geen journalistiek bedrijven, maar activisme. Waarom staat er een verschrikkelijk artikel over jou in de NRC? Omdat jij bestreden moet worden, omdat jij niet meedoet met het overheidsbeleid. Wat het mediakartel voorschrijft, hoe je moet denken, leven, zijn, eten, voelen, neuken zelfs. Alles wordt bepaald. Hè. Tegenwoordig, seksualiteit wordt ons de hele tijd verteld, dat wel niet, maar alles wordt besloten. Het is ook geschreven door 3 ZZP'ers. Ja, met z'n drieën, vrijwel al die journalisten zijn tegenwoordig ZZP'ers. En dat maakt het eigenlijk nog zieliger. Dat is heel sneu, ja. Die verdienen helemaal geen cent meer. Dat is waarschijnlijk ook de enige voldoening die ze uit zo'n stuk halen. Het idee dat ze een bepaalde macht hebben over degene waar ze over schrijven. Als zij zij worden gebeld door een eindredacteur. Wil je een artikel over die Zwitser schrijven? Dan weten zij, die Tom Zwitser, die moeten we kapot schrijven. Dan krijgen we die 3 cent per woord. Een positief stuk over jou wordt niet geplaatst. Dus een ZZP'er, die heeft nauwelijks werk. Dat is de verborgen werkloosheid in Nederland. ZZP-journalisten worden per definitie allemaal opgelicht. Die worden bijna niet betaald voor hun artikelen. Dus die zijn blij als ze wat voor een grote titel mogen schrijven. Ja, ja. Nou, wat voor een cv. Ze zijn alleen maar aan het cv aan het doen. Maar wat doe jij als jij als de NRC belt en jij zit als ZZP-journalistje thuis? En ze zegt, die Tom Zwitsers, dat is een extreemrechtse enge man. En daar moet je een artikel over schrijven. Wat ga je dan doen als je ontdekt dat jij dat helemaal niet bent? Dan ga je dat niet schrijven. Je opdrachtgever, die zegt wat het is. En dat zie je continu gebeuren. Baudet bij Buitenhof. Er worden gewoon woorden en citaten in zijn mond gelegd. Ja. Die hij niet gezegd heeft. Ja, met de NRC-artikel precies zo. Ze hebben dingen tussen aanhalingstekens gezegd. Dus letterlijk beweren zij dat ik dat gezegd heb. Wat ik nergens gezegd heb. Ik zat bij BNR Nieuwsradio. En nu denk je, nou, dat is een leuk verhaaltje. Maar dit is alles bepalend. Ik zat bij BNR Nieuwsradio toen de tijd als gast. Om te praten over het Oekraïne-referendum. Dat vonden zij allemaal belachelijk. 4 jaar geleden. Ja, dat vonden zij belachelijk. Want de EU is goed voor u en Oekraïne, dat kan alleen maar geld opleveren en dan kunnen we ons kaas en klompen aan verkopen, et cetera, et cetera. Dat vonden ze daar. Ze zijn pro-EU. Waarom weten ze eigenlijk ook niet, want ze zijn allemaal doorgereden, maar goed, pro-EU. Dus ik was daar aan het vertellen wat er allemaal gebeurt. Zal ik je vertellen waarom dat zo is? Waarom zij pro-EU zijn? Nou, ben je in de Nieuwsradio krijg geld van de Europese Commissie. Ook, ja. Maar ja, het is ook weer eigendom van iemand. BNR Nieuwsradio? Ja. Ja, van de FD Media Groep. Nee, ja, en FD Media Groep is van de vorm. Uiteindelijk. En dat is gewoon, die hebben baat bij. Als je bij de grote bedrijven uitkomt, die hebben baat bij uitbreiding van de EU. De EU is alleen maar positief voor grote bedrijven. Daarom, ja. Dus daar natuurlijk. En daarom is een BNR, ook de loonslaven van de BNR, zijn ze ook pro-EU. Maar je verwacht dus van journalisten, mijn naïeve denkbeeld, dat je erover nadenkt en dat je zegt, is dat dan wel zo? Dat is eigenlijk de enige vraag die je continu moet stellen als journalist. Is dat dan wel zo? Daarom ben je ook, zeg maar, de luis in de pels van de macht. Omdat jij bij alle besluiten, bij alle ideeën, bij alle wetten, het probleem wat geschapen wordt, moet je je afvragen, is dat wel zo? Ja. En als ze zeggen, dit is de oplossing, dan moet jij je afvragen, is dat wel zo? Bij alles is dat de vraag die je dient stellen. Journalisten in Nederland, die zeggen, dat is zo. Dat is zo. Ja, want dat heeft de persvoorlechter gezegd. Ja, en iedereen die zegt, dat is niet zo, is extreemrechts, populist, dom, fascist, maakt niet uit. Dus iedereen die de vraag stelt, is dat wel zo? Wat eigenlijk de journalistieke taak is, wordt door dezelfde journalisten,
activist in Nederland, neergezet als kwaadaardig. Terwijl dat die mensen de basisvraag stellen, wat de basisvraag van journalistiek betreft. Ja, ja. Enfin, BNR Nieuwsradio. Ik zit daar te vertellen, Oekraïne heeft geen economie en daar hebben wij helemaal niks aan als Nederland. Mm-hmm. Corrupt als de pest, kinderporno, plofkippen, hele verhaal. Alles is uitgekomen. Ja, ja. Ze vonden dat ik een populist was omdat ik dat zei. En het was allemaal niet waar. Nou, alles is uitgekomen. Maar goed, ik ben niet mezelf alleen maar gelijk aan het geven. Want waar gaat het over? Jaap Jansen werkte daar. Jaap Jansen wordt gezien als een van de beste parlementaire journalisten van dit land. Heeft gewerkt bij Pauw en Witteman en bij Jinek en weet ik wat allemaal. En dus bij BNR. Die schrijft, Jan Roos, aanhalingstekens openen. Ik ben voor een referendum over Nexit. Punt. Twitter op. Hij was de meest invloedrijke politieke twitteraar van het land op dat moment. Verkozen. Dus ik loop uit. Ik zeg, maar we hebben het helemaal niet over Nexit gehad. Ja, nee, maar dat... Ik zeg, nee, maar je zet een citaat van mij neer. Niemand luistert naar dat kleine kutstationnetje van je. Maar ze lezen wel wat jij twittert. Ja. Yeah. Maar ik heb het niet over Nexit gehad. Laat staan dat ik voorstander ben van een referendum erover. Mm. Want daar hebben we het niet over gehad. Want waardeloos. En dat wordt als citaat. Ja. En hij zegt, ja, ik heb jouw woorden samengevoegd tot een citaat. Ja. Maar wacht even. Een citaat is letterlijk. Letterlijk Ctrl-C, Ctrl-V van wat iemand gezegd heeft. Ja. Jij kan dat niet woorden of zinnen bij elkaar voegen en zeggen van, dit is een citaat wat ik ervan heb gemaakt. Ja, maar blijkbaar is dat dus al jaren bon ton om dat soort dingen te doen. En dat gebeurt dus bij Baudet. Ja. Dat gebeurt bij jou. En dat gebeurt structureel bij de mensen. Bij de buren net zo. Die iets over de Holocaust gezegd zouden hebben. Er is helemaal geen Holocaust genoemd. Ook zoiets. Het doet er niet toe. Nee. Terwijl, is dat de taak van Jaap Jansen als journalist? Ja. Om een citaat van mij de eter in te gooien. Ja. Ten eerste dat ik het niet gezegd heb. En ten tweede dat het een onderwerp aan dat Oekraïne-referendum koppelt. Mm-hmm. Waardoor eigenlijk hij stuurt. Want op het moment dat hij natuurlijk zegt van, luister, deze mensen willen gewoon uit de EU. Wat ik helemaal nooit heb gezegd toen de tijd. Maar dat koppelt hij eraan. Zodat de journalistiek kan zeggen, ja, zij zeggen dat ze tegen de uitbreiding van de EU zijn met de Oekraïne. Maar dat is niet zo. Ze willen uit de EU zelf. Het is een anti-EU-stuk, dat referendum. Dat kwam er ook. Dat werd ook daar, en zijn citaat werd ook gebruikt in artikelen. Dat was toch ook weer de NRC? NRC. Van Wilmer Hek kwam daar toch toen mee. Ja. Precies. Ja. Maar ook van ons, van Geen Pijl, dat was dan een andere club. Was dus, zie je wel, ze willen uit de EU. Het is er niet om Oekraïne te doen. En dat was gebaseerd op een citaat wat verzonnen is door Jaap Jansen. Nu denk je, nou, leuk Jan, lang verhaal, kan het niet wat korter. Jaap Jansen heeft daarna gesolliciteerd om perswoordvoerder te worden van D66. De meest EU-minnende partij van Nederland. En wie wilde dat referendum framen tot een anti-EU, kwaaie, rechtspopulistische hufteractie. D66. Jeetje. En dat deed hij dus als journalist, die later eigenlijk zijn bonus kwam ophalen bij D66. Ja. Hij is niet geworden. Dat is nog het lullige. Was hij nog te duur? Had hij een lijk in de kast? Wat was het? Ja, weet ik veel. Hij kan niet zo heel veel. Het is niet een hoofdvlieger. Alleen je besmet dus de journalistiek, je besmet je eigen vakgebied. Je bent eigenlijk gewoon een vieze man. Je deugt niet. Voor een baantje die je uiteindelijk ook nog niet eens krijgt ook. Maar wat wel heeft hij wel gekregen? Hij is diezelfde man die die 25.000 euro subsidie heeft gekregen voor de Europese Commissie om zijn pro-EU podcast te maken. Ja, joh. Ja. Dus uiteindelijk word je beloond. Dus daarom zeg ik, en was mijn stelling ook, niet de politiek, maar de media is het grootste gevaar. Want deze mensen verkopen hun ziel voor uiteindelijk posities en geld. Mm-hmm. Nog een voorbeeld. Ik heb 8 jaar rondgelopen in de Tweede Kamer. Alle NOS-journalisten van toen de tijd, Radio 1, werken nu voor ministeries als woordvoerder. Alle NOS-journalisten? Nou ja,
Dat is een beetje overdreven. Ja, ja. Nee, oké. Okay. Maar 80% of wat? Meer dan de helft van de mensen die toen rond zag lopen met een Radio 1-microfoon... lopen nu in pak naast de minister woordvoerderschap uit te voeren. Dan denk je, nou, krijgen we nou, zeg Jantje, ben je nou tegen sociale mobiliteit? Mogen mensen verdomme niet meer hogerop op de ladder? Wat ben je nou, wat is er nou, moet mensen toevallig nou altijd hun eigen vak blijven uitoefenen? Nee, zeker niet. Maar denk jij dat je die functie had gekregen als je nou een verdomd kritische journalist was geweest? Dat jij die ministerie en die minister altijd heel scherp en naar ondervroeg? Dat jij dingen naar boven wist te halen, waardoor misschien wel de positie van een minister of een staatssecretaris zou wankelen. Of dat een hoge ambtenaar met de billen bloot moest, omdat er was gelogen, gesjoemeld, noem het maar op. Denk jij dat je dan wordt aangenomen daar? Nee, want dan ben je een vervelend mannetje. Dus als die journalisten stuk voor stuk in overheidsdienst komen, dan weet je dat ze nooit kritisch zijn geweest. Ja, ja. En daarmee weet je dat ze nooit hun journalistieke taak hebben uitgevoerd. Maar dat is dus ook letterlijk toegegeven. Die pas overleden parlementaire journalist is toen heel snel aan kanker dood gegaan vorig jaar. Natuurlijk. Max. Ja, Max van Wezel. Ja. Ja. Max van Wezel die heeft dus de laatste jaren 2 grote interviews gegeven aan de Volkskrant. Waarin hij dus letterlijk zegt dat het wel leuk was, dat het wel lekker voelde om zo dicht bij de macht te zijn. En dat wanneer de minister naar buiten kwam en die zei van, hey Max, hoe is het ermee? Dat allemaal wel heel fijn was. En dat hij dus daarom, dus gaf hij letterlijk toe in die interviews, dat hij daarom ook altijd wel uitkeek om maar kritisch te zijn. Ja, maar dat is dus ook wat je daar ziet. Je ziet dat de parlementaire pers, en dan heb ik het dus niet over wat ik deed voor Geen Stijl of Poont. Want ik was eigenlijk nog wel een beetje de luis in de pels. Ja. Terwijl ik geen journalist ben, nogmaals. Ik was verslaggever. Ja. Alleen ik stelde wel kritische vragen. Nou, dat was daar echt nadan. Kijk, hoe het daaraan gaat, is dus dat je een minister hebt. En die wordt Edo Achtbaar, mag ik u een vraag stellen? Dan wordt alles neergezet, wordt nog een beetje droos van zijn schouders afgeveegd. En dan staat, ja, het zijn mij al een beetje minkukels van de NOS. En zegt, we gaan nu dat quoteje opnemen. Minister, zeg het maar. En die minister die zegt, nou, we hebben besloten dit en dat, zus en zo. Oh, ik laat een scheetje. Nog een keer. Nou, we hebben besloten dit en dat. Zet een woordvoerder naast die zegt, kan net iets beter, maar je bent wel iets vergeten. Want je zei eigenlijk, je maakte eigenlijk een foutje. Oké, nou, we hebben besloten. En dat gaat net zo lang door tot dat quoteje er fantastisch op staat. Nou, ja, nou, je hebt dat echt gezien, je staat ernaast. Gezien, dat is dagelijkse praktijk. Gewoon dat, maar waarom brengt iemand alleen, geen stijl, die had dat kunnen filmen ook gewoon? Ik heb dat vaak genoeg besproken, beschreven, gefilmd. Maar het maakt niet uit, want de mensen die daar ophef over zouden moeten creëren, die werken daaraan mee. Dus waarom zouden we ophef creëren? En de mensen die daar ophef over creëren, extreem rechts, fascistisch, populistisch. Hoef je niet naar te luisteren. De NOS die neemt dus soundbites op, quotes, die uit een treuren geschaafd zijn. Maar stel nou dat ik had een keer Ivo Opstelte, die zei dat Mein Kampf helemaal niet verboden was. Nou, dat was natuurlijk gewoon niet waar. Nee, is verboden. Ja. Wat raar is voor hem dat een boek verboden is. Ja, enige boek. Ja. Ja. Ik ken boeken waar wel meer bloed uit vloeit tegenwoordige tijd. Enfin, laten we daar maar niet ingaan, dat pad. Maar hij zei iets wat niet waar was. Dus dat heb ik uitgezonden. Van, nou, onze minister van Justitie en Veiligheid, die weet niet eens dat Mein Kampf verboden is. Dat zou bij de NOS of wat dan ook, bij Nieuwsuur of nou, al die, nooit uitgezonden worden. Want dan zou zijn woordvoerder zeggen tegen de journalist, hij maakte een foutje, dus dat gaan we niet doen. Want foutjes worden niet uitgezonden. Ja, ja, ja. Daarmee voer je niet je journalistieke taak uit. Want als je namelijk aan kan tonen dat de minister van Veiligheid en Justitie eigenlijk helemaal van niks weet, dan ben je een luis in de pels. Dan zeg je, moet je kijken, deze demente bejaarde, die is minister van onze veiligheid. Dat lijkt me niet zo verstandig. Nee, dat gebeurt dus niet. Dus zij geven letterlijk door de citaten en de quotes die de overheid wil dat we doorkrijgen. Daarom kijk ik niet naar het NOS-journaal. Het is geen journalistiek product.
Voorbeeld. Op een dag loopt Tariq Zaza de studio in. En Zaza is beter bekend onder de naam Tariq Z. Ja, is ook zo. Ik weet niet eens wat het was. Voor een Turkse man of misschien zoiets, Armeens of zo. Ik weet nou, in ieder geval die regionen. Met een neppistool en een pak. Toen ging het NOS-journaal op zwart. Er stond even geduld uit bij technische storing. Wat best wel interessant was, want het duurde steeds langer dat je dacht, wat is er nou aan de hand, joh? Ja. Wat bleek? Er was een zogenaamde gijzelingsactie gaande. Dat was de eerste en de enige scoop die het NOS-journaal had kunnen uitzenden. Voor de rest is alles gedicteerd, over nagedacht, uitgeschreven. Komt zo bij ANP, lees John de Mol vandaan. Ja. Komt zo uit de ministeries. Daarom is het ook geen journalistiek product, want ze hebben geen scoops. Mm. Ze gaan ook niet nieuws zoeken. Ze verslaan wat ze moeten verslaan. Mm. Wat krijgen ze? In de studio krijgen ze een scoop. Als ik hoofdredacteur was van de NOS, zou alle ik zeggen... Alle camera's aan. Ja. Eindelijk kunnen we een keer nieuws maken. Ja. Over de hele wereld zenden ze het straks uit. Ja. Staat NOS-logotje. Marketing, top. En toch gebeurde dat niet. Denk je... Gebeurde het dan omdat ze bang zijn dat ze een cameraman door zijn kop schieten? Want die man had toch een wapen bij zich. Bleek een nepwapen, maar goed, dat weet je pas als hij een keer overhaalt. Nee, want er was geen cameraman. Het is allemaal geautomatiseerd. Er stond één iemand bij om hem een beetje te praten en te begeleiden. Waarom werd dat niet uitgezonden? Nou, Tom, dat kan ik je vertellen. Omdat de hoofdredacteur Marcel Glauf, ook een van de handpop die daar is neergezet, die kreeg Mark Rutte niet te pakken. Oh. En Mark Rutte moest bepalen of het uitgezonden moest worden. Dus de hotline die werkte niet? De hotline werkte niet. Aha. Maar wacht even. Als wij dat het staatsjournaal noemen, staan ze bij de Volkskrant, de NRC en al die andere koekenbakkers, staan ze al klaar met de vingers. Rechtspopulisten, nazi's, fascisten, staatsjournaal, hoe kom je erbij? Jullie zijn allemaal gek, complotgekkies, mafketens, idioot. Uitroepteken. Maar hoe kan het dan dat de minister-president bepaalt of de camera's aangaan in dat journaal? Terwijl daar een nieuwswaardige situatie is. Ja, ja. Omdat hij bepaalt wat er uitgezonden wordt. Dat is natuurlijk... Dat is, een andere conclusie is niet mogelijk. Mm. Dat geeft dus aan wat de macht van de politiek is ten aanzien van bijvoorbeeld de NOS-journaal. Die bepalen of iets uitgezonden wordt, ja of nee. Nou, ga nu maar eventjes kijken vanavond. Hoe kijk je er dan naar? Dat is een staatsjournaal. Waarom mag Gerrit Hiemstra daar het weer presenteren terwijl hij 100% leugens de wereld inpompt over het klimaat? Mm-hmm. Waar hij miljoenen aan verdient. De man heeft met zijn klimaatpraatverhaal... ik heb bij de KVK gewoon cijfers opgevraagd. Nou, die zijn eigen BV. Miljoenen in zijn eigen BV staan. Meen je niet, joh? Dat heet belangenverstrengeling. Gerrit Hiemstra, die rode. Die op Twitter iedereen blokkeert. Ja, ja, ja. Iedereen klimaatontkenner noemt. Nou, ik ken niemand die het klimaat ontkent. Want dat is namelijk niet te ontkennen. Ja. Ja, je moet gaan ademen, toch? Je kan ook water niet ontkennen. Nee. Het is van die domheid. Ja. Gerrit Hiemstra, die zegt... Nou, morgen waait het. En je weet nooit of het waait, ja of nee. Want hij is meteoroloog. Ja, maar windkracht 1 is ook waaien. Ja, maar meteorologie is gewoon een kwestie van dat je kaartjes... en dan benader je wat er mogelijk 24 uur later gebeurt. Het is Mona weet raad. Het is horoscoop. Morgen kom je iemand tegen waar je je hele leven mee deelt. Ja, of misschien ook niet. Nou, ja. Dat is ook een beetje het weer. Wij denken dat het morgen gaat regenen. Jeetje. Maar het kan ook niet zo zijn. Ja. Maar is dat echt zo dan? Die Hiemstra die heeft naast dat hij dus vertelt of het gaat waaien morgen... Ja. Heeft hij een bedrijf waar hij klimaatpraatjes verkoopt. En daar wordt hij ingehuurd. En dan zegt hij tegen een bedrijf hoe dat bedrijf zich zo klimaatneutraal kan opstellen... maar ook voorbereiden op de zonvloed die ons ooit gaat bereiken, et cetera. Miljoenen verdient hij daar. Die gozer heeft alleen al een zeilboot van 800.000 euro. Meen je niet? Jan Pelleboer had dat niet, hoor. Nee. Maar goed. Die Gerrit Hiemstra, die verdient geld aan de klimaathysterie. En die klimaathysterie mag hij de hele tijd verweven in zijn weerpraatje.
Nou, dat heet belangenverstrengeling. Nogal. Want bij de KNMI, wat één op één IPCC is trouwens, maar... Maar wordt hij betaald vanuit belastinggeld. Ja, maar ook, dat is ook al niet misselijk. Want als weerman voor de camera verdien je niet slecht. Je verdient daar goed. Ja. Maar dan vertelt hij dus, morgen gaat regenen, maar misschien ook niet. Nee. Morgen gaat waaien, maar misschien ook wel niet. En trouwens, we gaan met z'n allen dood aan het klimaat. Dat doet hij zijn pak uit. En de volgende dag staat hij ergens voor een bedrijf voor 25.000 euro... Zeg. Te vertellen hoe erg het allemaal is. Ja. Daar wordt iemand schat hemeltje rijk aan. In een gezonde situatie zeg je dus, ja, die kunnen we dus niet meer hier neerzetten. Mm. Hè? Dat is een dubbele pet-constructie. Yeah. Dat maakt geen moer uit, want de overheid wil dat wij allemaal denken dat we kapot gaan aan het klimaat. Ja, maar hij staat daar voor die bedrijven te praten, omdat hij die autoriteit van het KNMI natuurlijk inbrengt. Precies, precies. Dus dat zou niet mogen. Nee. Dat niet moeten mogen. Nee. Maar er wordt niet ingegrepen. Want waarom zou er ingegrepen worden? Omdat ons verteld moet worden dat als wij niet meedoen met de energiewende, met de klimaatwende en de Green Deal, dat we met z'n allen doodgaan. Nou, dat is dus helemaal niet waar. Maar dat maakt niet uit. Dus die angst moet ons continu worden aangesproken. Maar nogmaals, hij is meteoroloog. Hij is geen klimaatwetenschapper. En klimaatwetenschappers die met hem in discussie willen, die blokkeert hij. Ja. Op Twitter of wat dan ook. Hij zegt bijvoorbeeld, vorig jaar hadden we 4 dagen warm weer in de zomer. Weet je wat mijn moeder dan vroeger zei? Oh, lekker, zomers weer. Tegenwoordig hebben we Gerrit Hiemstra die zegt, dit is 100% de schuld van de mens. Wat 100% onwaar is. Want dat kan helemaal niet. Dat bestaat helemaal niet. Mm. Want je kan als mens niet 100% schuld hebben aan een warme zomer. Want dat hebben we een aantal miljoen jaar al. En iedereen die daarop inging, bijvoorbeeld Marcel Krok, Kees de Lange, mensen die geblokkeerd. Echt serieus iets weten over het klimaat, dus niet over het weer. Ja. Die gaan allemaal uit, wordt er allemaal uitgezet. Dat is een onderdeel van de media en van de mainstream media. Wat continu over ons heen rolt met een soort propaganda waar heel veel mensen in gaan geloven. Mm. Omdat ze niet anders lezen, omdat ze niet anders weten. En iedereen die daar iets van zegt, populist, extreem rechts, et cetera. En fake news. Nou ja, fake news is een titel voor alles wat geen overheidsbeleid propagandeert. Dus als jij andere informatie hebt, een andere inkijk. Dus eigenlijk kan je dat al politiek incorrect noemen. Mm. Want het is namelijk niet wat de mainstream media wil horen of wil tonen. Dan ben je fake nieuws. Dat is fake. Ja, maar dat IPCC was... Dat is ook waar ze voortdurend mee schermen. Hè? Ja, maar 95% van de klimaatwetenschappers... 97%. Oh ja, 97% van de klimaatwetenschappers is het met elkaar eens. Ja, nou, dat kan ik heel makkelijk uitleggen. Terwijl dat helemaal mijn taak niet is, maar eerder voor een klimaatwetenschapper. Maar mij is dit uitgelegd door Marcel Krok, die een klimaatwetenschapper is. Ja. 97% van de bij de IPCC aangesloten klimaatwetenschappers... Nou, dat is niet waar. 97% van de bij IPCC aangesloten mensen... Er zitten heel veel mensen bij die geen dag hebben gestudeerd richting een klimaatwetenschap. Is ervan overtuigd dat er sprake is geweest van een opwarming van de aarde waar de mens een bijdrage aan levert? Dat maakt het al heel anders, ja. Dat is 97%. Ja. Dat betekent dus dat je zegt... Er is sprake geweest van bijvoorbeeld opwarming van de aarde. Hmm. Is niet te ontkennen. Hmm. Zo afgelopen 2-3 jaar is er weer een sprake van een afkoeling van de aarde. Ja, ja. Daar hebben we het even niet over. Hmm. Daarom heet het ook tegenwoordig geen opwarming van de aarde meer, maar klimaatverandering. Want de titel strookte niet meer helemaal met de realiteit. Want nu gaan ze het hebben over extremen. Steeds meer extremen. Ja, maar is allemaal... opwarming van de aarde, daar hebben we het niet meer over. Nee. Net als ozonlaag en zure regen. Het wordt allemaal zo makkelijk allemaal aangepast en veranderd. Maar wat gebeurt er nou? Ja. Maar 3% in het hele panel zegt er is nergens sprake van geweest. Hmm. Niet van opwarming van de aarde. Maar die ontkennen eigenlijk dat een klimaat
Dat het fluctueert. Hè? Dat is een klein groepje. Dus die zijn die andere groep zegt, er is sprake geweest van een, en dus die zeggen al dat er het wel is. Dat is al 97%. Daar is een groepje van die zegt, er is sprake van opwarming geweest. Mm-hmm. We weten niet waardoor het komt. Dat is eigenlijk best wel een hele grote groep. Dan is er nog een grote groep die zegt, de mens heeft invloed, maar niet zo'n hele grote invloed. Mm-hmm. Het groepje dat zegt dat de mens 100% verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde, is 0,5% van de IPCC. Echt? Jeetje. Dus het clubje die echt gewoon zegt, helemaal niks aan de hand, nooit opwarming van de aarde geweest, er is geen sprake van de opwarming, er is niets aan de hand, is nog groter. Is 3%. Ja. En het clubje waarvan zegt, ja, de mens is hier gewoon verantwoordelijk voor, is 0,5% van IPCC. Dat is toch wel een organisatie waarvan verwacht wordt dat je toch wel een beetje meedoet met het verhaal als, dat er een probleem is. Als je op de loonlijst staat, dan moet je toch wel... Dan moet je meedoen met toch wel het verhaal dat er... Alleen in de Tweede Kamer, in de media, 97%. Maar die 97% staat dus voor mensen die dus eigenlijk zeggen van, er is een klimaat. Dat is die 97%. Ja. 0,5% zegt, de mens is hoofdverantwoordelijk. Dat is dus, een hele klein groepje van die aangesloten mensen bij IPCC. Mm. En dan hebben we een weerman die dat de hele tijd verkondigt. Een weerman. Ja, fake nieuws dus. Morgen waait het. Ja. Dat is Gerrit Hiemstra. Ja. Die zegt dus, wat aller extremistische, radicale groepje van de IPCC zegt, dat herhaalt hij de hele tijd. Ja, maar hij doet dit natuurlijk. En dat wordt overal. Radio 1. Ja, ik rij hier dan naar Groningen, dat is een stukje rijden. Ja, dan wil je ook lachen. Onderweg wil je even lachen. Dan doe ik Radio 1 aan. Kun je er nog om lachen? Ja, ik ben die tijd van kwaadheid heb ik wel gehad. Smaakmakers. Spraakmakers heet het programma. Dat wordt gepresenteerd door Ghislaine Plag. Nou ja, in een normaal land zou iemand met zoveel talent, ik denk thuis andijvie aan het wassen zijn, maar goed. Die zit daar dus spraakmakers te presenteren. Ja. En niks is spraakmakend. De spraakmaker van de dag was vandaag Jan Pronk. Zo. Lekker spraakmaker, man. Ja. Wat voor spraak maakte hij? Niks. Maar dat is continu. Dus alleen maar praatjes. Stampot. Nou, dus Ghislaine Plag, die had op een gegeven moment een klimaatdiscussie. Radio 1. Zitten mensen naar het luid. Nieuwszender van dit land. Nou, er was dus iemand die vond het klimaat heel erg problematisch. Mm. Er was ook dan een meteoroloog. Helga van Leur. Oh, ja. Ja, dat is ook een weervrouwtje. Ja. Die vond het klimaat ook heel erg. Ja. Dan hadden ze iemand uit hun panel, luisteraarspanel. Die vond het klimaat ook heel erg. Maar die vond ook dat mensen die het ontkenden, in de gevangenis moesten gaan. En dan had je Ghislaine Plag die die discussie onder mensen die het allemaal met elkaar eens waren, begeleidde met, het is 1953... de dag voor de waternoodramp in Zeeland. Dit land kan elk moment onderlopen, want de zeespiegel gaat 5 tot 8 meter stijgen. En dat gaat dan een kwartier. Zit dat elkaar dan aan te bang praten te hoe snel we doodgaan. Ja. Maar wacht, mag ik je even helpen herinneren dat de man die hiermee begon is, ons vriend Al Gore, die zei, toen dat net begon. Jongens, in het jaar 2000 geen ijsklontje meer op de Noordpool. Toen zei hij op een gegeven moment, berekeningen waren niet helemaal hier van het. Niet 2000, 2010. Toen was het 2009, lag er verdomme nog steeds ijs. Ja. 2013. Maar Al Gore is ook niet failliet. Al Gore die is multimiljonair geworden aan dat verhaal. Ja. Nou, we zijn in 2020. De Noordzee, of het Noordpoolijs, is net zo groot als in 1950. De ijsberen die en masse doodgingen, weet je nog, want die verzopen omdat er geen ijs meer was. Ja. Daar stikt het van. Ja. Zijn er te veel van? Er zijn er nu te veel van. Ze hebben zoveel honger
Omdat er zoveel zijn dat ze nu die dorpen inlopen met die Eskimo, mag je niet meer zeggen, Inuit. Oh ja. Waar die Inuit zitten. Dus er is nu een ijsberenplaag. Mm. Ja, daar hoor je Gerrit Hiemstra natuurlijk niet over. Dan moet ik zeggen, van, wist je nog die ijsberen die allemaal doodgingen? Nee, maar die... Gerrit Hiemstra die kent alleen maar de witte mannenplaag. Dat is sowieso het allerergste wat er gebeurt in het Westen. Maar goed, terugkomend op mijn stelling. Het NOS-journaal vertelt wat de overheid wil dat we horen. En daarna gaat een klimaathystericus, die daar zijn zakken mee vult, ons vertellen dat we schuldig zijn aan een ramp wat continu gaande is, maar waar we eigenlijk niet zo heel veel van merken. Want als er volgend jaar een Elfstedentocht wordt gereden, weet je hoe dat komt? Door de klimaatverandering. Ja, het is nou verandering. Ja. Maar weet je wat er gebeurt als er volgend jaar geen Elfstedentocht is, omdat er geen ijs ligt? Komt ook door de klimaatverandering. De klimaatverandering. Ja. Dus wat er ook gebeurt, alles komt door de klimaatverandering. Ja. IJsberen bijna uitgestorven door de klimaatverandering. Nu zijn er even te veel. Wat zeggen ze? Dat komt door de klimaatverandering. Omdat ze geen eten meer hebben, gaan ze nu naar die dorpen toe. Komt door de klimaatverandering. Nee, dat komt omdat hun habitat zo gigantisch is. Dat ze verschrikkelijk hebben lopen jongen. En dat het stikt van de ijsberen. Ja. Past helemaal niet in het praatje dat ze uitgestorven zijn. Dus daar praten we maar niet meer over. En zo zie je de hele tijd een verlegging van feiten. Maar voornamelijk ook van definities. Als je kijkt naar opwarming van de aarde is klimaatverandering geworden. Ja. Om maar iets gaande te houden. Nou, en datgene wat gaande wordt gehouden, wordt gaande gehouden door de media. En niet door politici. Mm. Politici zijn morgen weg. En politici worden ontmaskerd en is klaar. Of ze willen in de top van Nederland, lees de Raad van State van je af, dan ben je weg. Of een burgemeesters postje. Als jij echt een vervelende politicus bent, dan ben je gewoon weg. Je wordt weggepromoveerd, er komt iets belastends opeens naar boven, of je ligt gestrekt in Hilversum in het Mediapark. Hmm. Je bent als politicus, als je echt voor BV Nederland een bedreiging wordt, ben je weg. Dus dat is het probleem helemaal niet. Dat verandert. En politici moet je niet vertrouwen. Over het algemeen. Bijna niemand is er bezig met landsbelang. Iedereen is bezig met eigen belang. Maar wat je dus moet hebben, is dus een kritische media. En die is er niet. En dat is het grootste gevaar voor de democratie. Mm-hmm. Alle onderwerpen. Kijk maar naar de boerenopstand. Alle onderwerpen die eigenlijk door journalisten benaderd moeten worden in de vorm van wat gebeurt daar. Die opstand is er natuurlijk gewoon bij de gratie van een totaal gebrek aan ja, maar kijk, het punt is, aan journalisten. Wat zeggen de journalisten? Het hele probleem, hè, het stikstofprobleem, is een administratief bedacht probleem. Ja. Ja. Daar schrijven journalisten niet over. Die schrijven hoe erg het niet is. Ja, ja. Als jij gewoon met heel weinig kennis even kijkt naar die Natura 2000-situatie... Ja. En naar de meetpunten, zie je dat het niet klopt. Nee, het ziet er bedroevend uit. Nou ja, en als je zo doet naar Duitsland, dan zie je geloof ik... ik denk dat ik het nog kan piezen richting de grens. Mm. Dan hebben ze een andere meetmethode, dan hebben ze geen crisis. Nou, dan maak je een foutje niet. Ja. En de journalisten schrijven allemaal erg, hè, die stikstofcrisis. Oh, wat erg. Oh jeetje, stikstof. Die rare Rob Jetten, die kan gewoon op televisie vertellen dat het heel erg is dat we stikstof hebben. Nou, als we doen, stikstof is nu weg, liggen wij met z'n allen dood op je zolder in Groningen. Dus, het maakt allemaal niet uit, want er is geen kritische journalistiek die zegt... Meneer Jetten, u lult uit de nek. De lucht bestaat voor 73% geloof ik uit stikstof. Dus hoe kan je nou tegen stikstof zijn? Dat wordt niet gezegd. Dat het allemaal mag en het onderdeel is en met goedkeuring van de journalistiek. En die basis wordt al gelegd op de school van journalistiek. Daar heb ik toevallig op gezeten. Vertel. Je komt binnen bij de school van journalistiek. Mm-hmm. Het eerste wat ze zeggen, Telegraaf is een kutkrant. Nou, daar hebben ze misschien ook wel een punt. Maar daarna zeggen ze NRC en Volkskrant, dat zijn topkranten. Kwaliteitskranten. Ja, pas op. Alles wat rechts is fout en eng en vies. Maar objectief dagblad schrijven wordt daar onderwezen door Gijs Schreuder. Niet geheel toevallig de oud-hoofdredacteur van De Waarheid. De communistische krant, ja, De Waarheid. Nog steeds? Ja. Nu niet meer, want die is geloof ik
naast zwaar alcoholist 80. Kijk. Maar als je dus een school van journalistiek hebt waar iemand die een communistische krant heeft geleid, en zoals je weet heeft het communisme net even iets meer doden opgeleverd dan bijvoorbeeld het fascisme. Mm-hmm. Ja, tientallen meer. Dan is het natuurlijk raar dat die man uiteindelijk journalisten gaat opleiden hoe je objectief iets schrijft. Ja. Als er iets subjectief was in de wereld, was het natuurlijk een communistische krant. Net als Volk en Vaderland een fascistische of een nazistische krant was, kan ik moeilijk zeggen dat de hoofdredacteur daarvan objectief was. De waarheid was natuurlijk gewoon het spraakorgaan van het Kremlin van Moskou. Ja, prima. Ja. Maar die man mag daarna, terwijl we honderden miljoenen doden verder zijn, mag daarna op een school van journalistiek kinderen je lesgeven hoe jij een nieuw stukje schrijft. Denk je dat de hoofdredacteur van Volk en Vaderland na de Tweede Wereldoorlog op de school van journalistiek kinderen mocht leren hoe je journalistiek moet bedrijven? Nou ja, goed. Ik weet niet of je de zogenaamde red line kent. De rattenlijn. Nee, die ken ik niet. Er zijn dus echt duizenden SS'ers na de oorlog ingevlogen naar Amerika. Ja, nee, maar goed, kijk, die hebben ook allemaal overheidsfuncties gekregen. Ja. De Europese Unie, de Volksbond is een beetje grootgebracht door mensen. Ja. Nee, maar dus ze kunnen nog aardig structureren, die types. Maar dat die, snap ik allemaal die wel. Truc is er dus wel. Nee, maar dat begrijp ik wel. Alleen het punt is dat onze media per definitie zijn gebouwd op socialistisch, communistisch goezel. Ja. En daarin zie je dus ook continu dat zij... zij zijn niet gewend om daadwerkelijk hun taak uit te voeren. En hun taak is gewoon kritisch zijn ten aanzien van de macht. Ja. En wie die macht ook is. Ja, nee, het zijn of systeemknechten. Wat die macht ook is. Het zijn systeemknechten, maar allemaal. Maar voor een schamel bedrag per maand. Ja. En dan zeggen ze, de pers is zo vrij in Nederland. Nee, want er wordt niet een hete pook in een reet gedaald om die stukjes te tikken. Ze doen het nog uit zichzelf ook. Maar als jij naar die testen kijkt, is 90% van de journalisten ook links. Uitgesproken links. Ja. Dus die zijn daar ideologisch bezig. En die worden daar op de school voor journalistiek al op uitgefilterd. Wat je eigenlijk zegt. Nou, je hebt eigenlijk geen leven daar als je niet zo denkt. En ik was daar natuurlijk... Heb je de opleiding afgemaakt of niet? Ja, per definitie, cum laude. Dat doe ik. Ik zwem graag tegen de stroom in, zoals je weet. Maar wat heel grappig is, daar had je dus bijvoorbeeld een vak dat heette politicologie. Dat werd onderwezen door een black blocker. Weet je wat dat is? Nee. Nou, dat is de, zeg maar de SA van de antiglobalisten. Die in het zwart, black. Yeah. Bij die G7-8 demonstratie, die ik voortouw neem in dat vechten. Ja, yeah, ja. Yeah. Daar was hij een hoofdman van. Die gaf politicologie. Antifa of... die zijn verwezen met Antifa, maar dat zijn de antiglobalisten. Ja. En wat heel leuk is dat ze de hele wereld rondreizen om dat geluid te laten horen. Ja, ja. Het is hetzelfde dat zeg maar Antifa, de antifascisten, zo'n beetje het handboek van de SA dagelijks aan het uitvoeren zijn. Ja, ja. Maar die man die gaf dus politicologie aan jongeren, terwijl hij extreem links was en geweld goedkeurde. Ja, maar een antiglobalist die voor open grenzen is, die tegen nationalisme is, dat zijn toch geen antiglobalisten natuurlijk? Per definitie zijn linkse mensen in de war. Het is per definitie heel lastig om met ratio dit soort types en definities te ontrafelen. Ja. En deze man die zei dus op de school van journalistiek, het stemmen op Pim Fortuyn, die toen nog leefde, is hetzelfde als lidmaatschap aan Hamas. Er wordt gewoon in een collegezaal voor 150 jonge geestjes wordt dat er al ingebeukt. Terwijl dat eigenlijk niet mag. Terwijl het toch best wel heftig is om te stemmen in een democratie op een manier hetzelfde is als het lidmaatschap aan een terroristische organisatie. Maar dat werd daar verkondigd. En dat is wat je continu meemaakt. Het is altijd een vrij extremistische slag op het moment dat ze het gevoel hebben dat ze in de verdrukking komen. Ja. Hoe komt het dat alle kranten, opiniestukken, columns gevuld zijn met artikelen waarom de blanke heteroseksuele man een bedreiging is voor ons voorbestaan? Mm-hmm. Terwijl de enige die dit land kunnen redden, is die groep.
Ja, dat klinkt wel lullig, maar in elke crisis moeten er spierballen komen. Ja. Nee, maar als er zo'n journalist zichzelf wil profileren, dan gaat hij onderzoek doen naar het gevaar van extreem rechts. En dan gaat hij dat in kaart brengen. Ja. En dan op televisie word je dan uitgenodigd in talkshows. Ja. En dan mag je komen vertellen dat het heel groot gevaar is. Ja. En dat de geweldsbereidheid bijzonder groot is. En dat er een enorme... Nou, ik kan er een naam aan koppelen. Nikki Sterkenburg, dat is een vrouw die tegenwoordig... chef extreem rechts is in alle praatprogramma's. Ze is ooit begonnen met het bestuderen van de islam. Maar ja, daar kan je wel iets vervelends over zeggen, maar dan lig je eruit. Dus ja, extreem rechts, dat is lekker. Ja. Dus dan zeg je, oh, dat is erg. Nou, dan ben je binnen. En mevrouw Nikki Sterkenburg, die heeft tot vorig jaar... werd ze betaald door de EU. Zo. De Europese Commissie, daar was zij... Zij was een soort... En ze zat in een soort journalistenpanel die extreem rechts moest zeg maar ontdekken. Waar kwam zij vandaan dan? Ja, ze werkte bij Follow the Money en Elsevier geloof ik ook. Maar zij heeft dus een jaar aan de subsidietiet van de EU gelegen... Aha. Om alles en iedereen extreem rechts te noemen... die niet geheel toevallig het ook niet zo eens zijn met de Europese Unie. Dit zijn dus de mensen die dus in journalisten, zo worden ze genoemd. Ja, en ook die Paul Jansen, die je net ook noemde. Met Jaap Jansen. Die worden betaald door de Europese Unie. Ja, ja, ja. En niet geheel toevallig zijn ze allemaal heel erg pro-EU. Hm. Maar ja, waarom spuug je ook in de pool waar je uit drinkt? En niet geheel toevallig noemen ze iedereen die niet helemaal met de overheid eens is... of politiek niet helemaal correct is ten aanzien van de multiculturele samenleving... of de religie van naaste liefde en vrede, de islam, extreem rechts. En niet geheel toevallig is iedereen die zij extreem rechts... fascistisch en populistisch noemen... en daarmee het stempel geven, die is niet goed... moet je niet mee praten, niet serieus nemen... niet geheel toevallig zijn het allemaal mensen die kritisch zijn... op het dictatoriale van de Europese Unie. Ja. Dit zijn mensen die zich journalist noemen, die worden journalist genoemd, die worden deskundigen genoemd in talkshows. En het enige wat ze doen is aanwijzen wie de vijand is van hun opdrachtgever. Hm. Dat is geen journalistiek. Daarmee ondermijn je de democratie. Mm-hmm. Vandaar nogmaals mijn stelling. Politici die gaan en komen, maar deze stroming van journalistiek... Daar schijnt geen verandering in te komen. En hoe meer rechtse partijen of rationeel denkende mensen... in hun ogen politiek incorrecte mensen... posities krijgen of plekken in de media bemachtigen... of luisterbaar en hoorbaar zijn... hoe heftiger ze worden met hun betiteling. Thierry Baudet is nu in de politiek... en ook in de media, neergezet als iemand die een rassenleer wil introduceren in Nederland. Ja. Die met een kleurenkaart zegt van RAL 19, dat mag nog, maar alles de anders moet allemaal eruit. Heeft die man nooit gezegd. Dat is exact wat er met Pim Fortuyn gebeurde. Toen was de media niets anders aan het doen. Tom de Graaf. De man van die nu de onderkoning van de Raad van State. Ja. Ja. Die zei Anne Frank. Over een speech over Pim Fortuyn. Dan zit er altijd wel een gekkie. Of Volkert nou onderdeel is van een betaald complot of niet. Je hebt altijd wel iemand die denkt... Oh, de Tweede Wereldoorlog, dat moeten we niet nog een keer willen. Nou, nu heeft de media en masse besloten... Volkert van de Graaf, dat was toch gewoon waarschijnlijk gewoon een anti-Israëlische, pro-Palestijnse actievoerder. Dat zijn ze allemaal daar in die dierenrechtensector, toch? De lijntjes van Volkert van de Graaf met de politiek, voornamelijk met GroenLinks, die zijn eindeloos. Ja, nou, maar goed. Kijk... Dus hij is niet eens van de Graaf is niet eens aangeslagen op dat hele... anti-zionistische of de... Nou, kijk, wat het verhaal uiteindelijk van Volkert van der Graaf is... dat hij heel erg boos werd toen Pim Fortuyn zei... dat de nertskwekerijen open moesten blijven. Dus bondjes, de nertsbondjes. Dat hij daarom dacht van, nou, dan ga ik die man doodschieten ook. Nou, dat geloof ik helemaal niemand. Maar dat maakt niet zo uit. Maar waar het om gaat is dat er nu, door de media gevoed...
een haatcampagne. Kijk, dat Lodewijk Asscher de Tweede Wereldoorlog erbij... zou ik niet doen als mijn vader in de of mijn opa in de Joodse Raad had gezeten. Maar dat Lodewijk Asscher de Tweede Wereldoorlog gebruikt in, ja, in de Tweede Kamer. Prima. Mag je gewoon doen. Maar dat dat herhaald wordt bij Buitenhof, een zogenaamd objectief journalistiek, hoogstaand, kwalitatief programma. Ja. Ze zijn gewoon de nieuwe politieke moord aan het voorbereiden. Je hoeft maar te herhalen. Hitler, Himmler, Anne Frank, rassen, genetica, kleur, racisme, fascisme, extreem rechts. Er staat uiteindelijk iemand op die hem afmaakt. Ja. Nou, dan gaan we met z'n allen zitten huilen. Ja. Oh, hoe heeft dat kunnen gebeuren? Dan krijgen we Elsbeth Etty op televisie die zegt dat we eens goed moeten nadenken. Niet geheel toevallig, ook een communiste en de vrouw van die Gijs Schreuders. Ja, jongen, na de moord van Pim Fortuyn, die linkse figuren op de verjaardagsfeestjes zaten ze met elkaar te feliciteren. Tuurlijk. Alleen toen was het, ja, we moeten met elkaar gaan nadenken. Moeten we dit nou wel willen? Nou, dat gebeurt na de volgende politieke moord weer. En dan is het weer 10 jaar rustig. En dan zal je ook zien dat zeg maar het extremistische geluid van de media afneemt. Want dan zijn ze weer totaal de baas over alle instituties. Dan is het gevaar geweken dat hun posities mogelijk worden ingenomen door een andere kleur. En dan, dan komt er weer iemand op die zegt, ja, nou moet dat verdikken een keer veranderen. Nou, en dan boem, 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 boem. Hoor je die trommel van die media weer gaan. Zijn ze weer met z'n allen doem, doem. Net zo lang aan het opzwepen met haat. Het is dus een moordmachine. Nou, laat ik zo zeggen. De hunkering naar bloed en geweld bij links is groter dan bij rechts. Dat is niet eens omdat ik een verknipte populist ben, maar dat is gewoon als je dat kan je uit de geschiedenisboek halen. Ja. Zijn we oprecht te naïef en te goed geloven of te goed van vertrouwen? Moeten we harder worden? Wat kun je hier tegenover stellen? Nou ja, de enige manier om dit ooit te veranderen. Is hopen dat die politieke moord niet gepleegd wordt. Maar het enige wat je daaraan kan veranderen is in instituties een vinger in de pap krijgen. Ja. Dat Mediapark, de NPO, die moet hem of helemaal kapot saneren, of het moet pluriform worden, wat eigenlijk van de mediawet moet. Maar waarom verandert dat niet? Ja. Waarom zou je als minister ingrijpen bij het mede en zeggen, ja, ik vind eigenlijk dat er meer oppositiegeluid moet komen op de NPO. Nee, natuurlijk niet. Het is toch prima als een doorgeven. Het marcheert zoals het zou moeten natuurlijk. Alleen de mediawet zelf zegt dat het pluriform moet zijn. Alleen degene die daar iets aan moet doen zijn politici. Politici die gaan natuurlijk niet hun eigen propagandamachine slopen. Dus begrijp ik ook nog wel. En maar alle mogelijke oppositie is natuurlijk keurig geneutraliseerd. Nieuwe omroepen die binnenkomen, die moeten zich gelijk gaan samenwerken met bestaande omroepen. Kijk, Bones heb ik gewerkt. Ja. Die gasten zijn omgekocht. Die hebben allebei 2,5 miljoen. Of eentje was nog freelancer, die heeft geloof ik iets minder. Maar die hebben allemaal 2,5 miljoen in zakken gestoken, belastingpoet. En die zijn zo gaan liggen. Wat maakt Poon nog? Bestaat nog, hè? Je hoort er allemaal, ziet er helemaal niks meer van. Nou, WNL, Bert Huisjes, die wilde een soort van rechtse omroep. Die noemt zichzelf nu gezellig rechts. Daar zitten Aart-Jan Boekenstein in de wijk. Overigens allebei op de loonlijst van en George Soros en de Europese Unie. Maar WNL is de ergste van allemaal. Nee, maar WNL die noemt zichzelf rechts en het is niet rechts. Het is vast gezellig. Maar het is niks. Ja. Er zitten leuke, mooi uitziende meisjes, niet kritische vraagjes op te dreunen van de OTQ. Rick Nieman op zondag heeft dan een programma. En dan het meest rechtse wat daar komt is dan Hans Wiegel van de 194 die nog iets zegt. Ja. Maar goed, Ponet, de jongens van Ponet en Rick Nieman, dat waren potentieel natuurlijk gewoon gevaren voor de media. Dat, die jongens van Ponet zijn gekocht. Kritisch vermogen. Ja, nou ja, Rick Nieman was nooit echt kritisch. Maar nou ja, bijvoorbeeld geen stijl. De TPO bestaat bijna niet meer. Godsgratie van Chris Alberts, die daar gratis voor schrijft. En Jan Dijkgraaf, die daar gratis zijn artikelen op kwijt kan, zodat mensen via bol.com klikje hem geld opleveren. Maar anders is die site weg, het is niks meer. Maar kijk nou geen stijl. Die zijn door de Belgische mediamaffia. Die twee mediabedrijven uit België hebben de hele Nederlandse media in handen. Hoe ernstig is dat? Ja.
dat je media aan het buitenlandse mogen... Maar met Belgische subsidies ook. Tuurlijk. Ja. Maar die zijn toen bij de Telegraaf weggeschopt. En hun moneymaker was Dumpert. Ja. Die filmpjes zijn. Ja. Die hebben ze er losgekoppeld. Ja. Dumpert zit nog bij de Telegraaf. Ja. Levert poen op. Ja. GS ging alleen verder. Ja, die verdienen geen centen. Nee. Dus je merkt dat GS inhoudelijk steeds meer... Neutraal noemen ze dat waarschijnlijk zelf. Mm-hmm. Maar die zijn naar links afgeslagen. Want waar zij op zaten, dat pad, daar is geen geld te verdienen in de media. Qua advertenties ook niet. Nee, natuurlijk niet. Als jij een bifi-worstje wil verkopen, dan kan je dat beter bij een leuk meisje van WNL doen. Die zegt, goh, wat is het leven toch gezellig en leuk. En dan dat iemand zegt van, nou ja, ik geloof niet dat we lekker bezig zijn met de EU, met de regering, met de multiculturele samenleving, met de islam. Ja, maar goed, laten we toch even namen noemen. Hè. Dus volgens mij was dat Dominic Wesie, die geen stijl aan TMG verkocht heeft, zodat hij met Ponet ja. bestelling nou, kon, toch? Ja, nou, hij had al een groot deel verkocht. Maar goed, okay. Dominic Wesie bijvoorbeeld, hè, die, toen ik daar werkte, ik heb er 5 jaar gewerkt, pro-Zwarte Piet tot en met. Niet normaal pro-Zwarte Piet. Zelfs zo dat er is voorgesteld om een maand lang, 5 november tot 5 december, alles in Zwarte Pietenkleding te doen. Presenteren, verslaggeven, elk item, alleen maar Zwarte Pietenkleding. Ja, die zit nu zat bij Jeroen Pauw te verkondigen dat hij tegen Zwarte Piet is. Echt? Rutger Karsticum is tegen Zwarte Piet. Echt? Ja, dat heeft 2,5 miljoen gekost. Jeetje. Dus die zijn van 100% pro-Piet ja, ja. naar 100% anti-Piet gegaan. Mm-hmm. En dan natuurlijk zijn er dan mensen die zeggen, Jezus Jan, je bent een volwassen kerel met een bierbuik, een bril en een kale kop. Maak jij je nog druk om Zwarte Piet? Ja. Want het is een onderdeel van een afschaffing van onze natiestaat en onze cultuur. Ja. En maak je druk om een moorkop? Nou, aan zich niet. Maar het woord wordt veranderd. En NOS noemt mij wit. En niet meer blank. Ja. De NOS, als er een aanslag wordt gepleegd, zeggen ze... toen in Las Vegas, die idioot die mensen doodschot uit het gebouw. Mm-hmm. Opening NOS. Een witte man heeft een terroristische aanslag gepleegd. 2 items later ging het over 3 Nobelprijswinnaars. Toen werd eventjes niet hun witte huidskleur genoemd. Maar als er een moslim dat heeft gedaan, zeggen ze... Ja, dader is onbekend man. Of een verwarde man. Ja, ja. Dus, hè, ja, maar nu ook met de in Hanau in Duitsland. Een steekpartij. Het werd gelijk bij rechts in de schoenen geschoven. Ja, extreem rechts. Ja. Die man, zijn vader is nu opgepakt en verdachte. Die man is links, die komt van de Grüne. Ja, maar... Ja, maar goed. Hè. Kijk, daar weet ik het mij niet van. Dus maar waar het om gaat is dat als je kijkt naar de Zwarte Piet-situatie... is dat een onderdeel van een bepaalde... het weggummen van een identiteit. Ja. En dat zie je steeds verder gaan. Hè. Steeds moeten dingen... Carnaval mag nu geloof ik ook niet meer. Dat heet verkleedfeest. En we zijn... Dus alles moet... Bij de NS, de treinboer, die zegt nu beste reizigers... omdat mensen die zich niet helemaal man of niet helemaal vrouw voelen... dus psychisch zouden in de war zijn, zijn, die zouden ja. gekwetst zijn. Dus dat heet nu beste reizigers. Dus we zijn alles aan het gummen, aan het bijsturen. En wie werken daar nou aan mee? Daar zijn we weer. De media. Ja. Maar nergens staat er, donder nou eens even op, hè? Het is XX of XY... Dat is de biologische keuzes. Een man of vrouw, er zijn nog een paar afwijkingen. Dat is gewoon een misbaksel, letterlijk. Iemand zonder geslachtskenmerken of met hermafroditie, dubbel geslachtskenmerken. Ja. Dat is een foutje van, dat is gewoon een misbakkie. Dat is gewoon meer. Maar er zijn mannen en vrouwen. Dus wij zeggen, beste meneer en mevrouw. Nee, die gaan er al in mee. En zo ga je dus... Maar jij luistert nog naar de radio, hè, in de auto. Nou, daar ben ik een jaar geleden mee gestopt. Gewoon om te lachen. Ja, nee, oké. Maar daar ben ik een jaar geleden mee gestopt. Want ik draaide nog wel eens in de auto die radio aan. Gewoon, denk van nou, even kijken wat het nieuws is. Maar echt werkelijk, de hele dag ging het alleen nog maar over homo's, over vrouwen, over ja. buitenlanders. Ja. En nu alleen nog maar over transgenders, ja. over safe spaces, over gekwetst zijn. Ja. En er is gewoon geen nieuws meer op die hele radio. Ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar daarom ben ik gestopt met radioluisteren. Ja, kijk. Als je bijvoorbeeld ziet hè, dat al die columns in de Volkskrant en Trouw en NRC en allemaal dat soort... gaat het altijd over hoe slecht dus die blanke heteroseksuele man is. Ja. Dat is een onderdeel van de feminisering.
En dan zijn er altijd mensen die slecht in de Nederlandse taal zijn. Die zeggen, oh, je houdt niet van vrouwen. Nee, ik ben niet tegen vrouwen. Maar de feminisering is dat... de man, spierballen, kracht, vechtlust, agressie, die moet weg. Ja, dat is het punt. Alles moet... Precies, dat is omgekeerd. Alles moet slap zijn. Ja. Darwin draait zich letterlijk 180 graden om in zijn graf en niet 360. Want het is een omgekeerde darwinistische piramide. Het is niet meer survival of the fittest. Want de fittest is niet het hoogst haalbare. Mm-hmm. Dat is het allerslechtste. Ja. Het zijn de mensen die dus twijfelen over wie ze zijn en wat hun geaard is in hun geslacht. En ik allemaal niet meer weten. En hun haar raar schil en een piercing in hun neus nemen. En zeggen, ik ben fluid. En je bent knettergek. Maar dat is nu de boventoon. En als jij daar iets van zegt, van doe eens normaal. Transfoob, homofoob. Blablabla. Ik zit op Twitter. Ik twitter graag. 130.000 volgers, dus ik heb vaak wat te doen daarop. Ik zeg iets over... er komt een of andere transseksueel die zegt... je bent een mislukking qua je politieke carrière. Je bent één grote mislukking. Nou, er zijn wel transseksuelen dat je denkt, zo, lekker wijf. Oh nee, toch niet. Dit was er eentje dat je denkt van... Lijkt wel of je een paar blinde polen deze verbouwing hebt laten doen. Dus ik zei... Tegen dat ding. Ja. Ik zeg, nou, mijn politieke carrière is inderdaad mislukt. Maar gelukkig niet zo. Gelukkig niet zo verschrikkelijk mislukt als jouw verbouwing. Ik zeg, Jezus kind, wat zie je eruit? Grap, kan toch? Half uur later. Radio 1. Trending vandaag. Ja. Jan Roos is een transfoob. Hij heeft een transseksueel beledigd en gezegd dat zijn verbouwing totaal mislukt is. Luisteren 1 miljoen mensen naar. Dus er komt een of andere... Ja, kreeg je echt, nog geen politie aan de deur? Nou, dat scheelde weinig, maar een verschrikkelijk lelijk iets. Het was gewoon een hele lelijke man met lang ongewassen haar met een kleurtje erin. Die een jurk aandeed, waar het borsthaar nog... Weet je, gewoon dat je denkt... Doe nou in ieder geval je best, scheer je dan. Weet je wel? Die zegt tegen mij dat ik een mislukking ben. Nou, ik kan ook, zoals zij allemaal doen... met een duim in mijn mond gaan liggen huilen... Of gaan douchen in foetushouding met een stukje chocola. Oh, ik ben beledigd. Oh. Ik denk, nou, wat kan het? Ik maak een grapje terug. Mijn politieke carrière is mislukt. Je hebt groot gelijk. Net als jouw verbouwing, lelijk wijf of lelijke vent of wat je bent... Half uur later word ik transfoob genoemd op Radio 1. Transfoob! Omdat ik tegen een mislukt bouwpakket heb gezegd dat het een mislukt bouwpakket is. Dan ben ik niet transfoob. Ik maak een grapje terug. Ja. We worden allemaal als beledigd, Tom. Er was laatst met een hockeyspeler. Er stond een van een lelijk dik wijf in Argentinië met een budget. Mag ik je shirtje? Nou, zijn vriendin die zet op Instagram, haha, wat een dikke troll. Stuurt die stommert niet naar hem, maar naar die dikke troll. Dikke troll zit op Twitter. Nou, de vrije vriendin van de Nederlandse speler, die noemt me dikke troll. Tot in Nederland groot nieuws. De Koninklijke Nederlandse Hockeybond heeft zijn excuses aangeboden. Ja, echt zo. De Wereldfederatie heeft excuses aangeboden. Dat meisje heeft excuses aangeboden. Die international is bijna het Nederlands elftal uitgeflikkerd. Alleen omdat ze tegen... Ik zat aan de hoek van de bar in Amsterdam. Prachtige mooie meid. Schonk mijn bier in. Ik deed vreselijk mijn best. Uitsloven. Kijk, ik moet niet van mijn uiterlijk hebben. Dus ik moet showen. Ik moet grapjes maken. Anders zit ik altijd in mijn eentje, weet je wel. Dus ik deed dat. Ik denk, dit gaat lekker, de boek. Ik zeg op een gegeven moment, mag ik mijn bonnetje? Ze zegt, ja, is goed, jongen. Ik krijg een bonnetje. Die lelijke, dikke klootzak op de hoek van de bar. Dat was een kopie van mijn bonnetje. Nou, dat was niet gelukt, dat chance. Nee. Ja, of het is nog een extra aanmoediging. Nee. Oh. Ingelijk. Hing gewoon bij het toilet. Hoe fantastisch is dat? Nou, tegenwoordig ligt iemand 3 weken te huilen. En we gaan met z'n allen... Ik had gewoon de media kunnen halen. Als ik dat nu
Als ik een beetje geflipt links... En die meid die was echt de baan kwijt. Jongen was met een ja, piercing. Zeg. En ik was een beetje aan het twijfelen over van alles. En ik had op Twitter gezegd... Moet je nou kijken? Ik zit bij de bar en zeg eens tegen mij dat ik een lelijke, dikke klootzak ben. Oh. Het was gewoon Telegraaf, overal was het nieuws geworden. Heel heftig, dat café en die meid is heel slecht. Wel, nee, hé. Het hele leven, je wordt af en toe beledigd en je beledigt af en toe iemand. En dan creëer je een dikke huid. En als je die nog niet hebt, dan creëer je een dikke huid door beledigd te worden. Weet je, het is allemaal niet zo... Mensen moeten niet zo gevoelig zijn. Mm. En als je een lelijke transseksueel bent, dan weet je dat zelf ook wel. En dan mag ik dat ook best zeggen. En dan kan je zeggen, waarom zeg jij dat ik lelijk ben? Je bent zelf lelijk. En je zegt, je hebt gelijk ook, ik ben hartstikke lelijk. Maar heb je mijn vriendin wel eens gezien? Weet je, heb een beetje... Kijk, en dat is dus wat we dus nu aan het creëren zijn. Identiteitspolitiek, die gevoeligheid, die feminisering. Allemaal aangevoerd door de media. Creëert dus dat wij dus een generatie krijgen straks... die de hele dag beledigd zijn en getroost moeten worden. De hele dag, oh, maar hij zei dit tegen mij. Hij zei, nou en? Dan zeg je wat terug. We maken een generatie die zichzelf niet meer in de spiegel durft aan te kijken... want ze hebben geen Instagram-filtertje meer... waar hun lippen dikker van worden en hun ogen er leuker van gaan staan. Zelfs Instagram trekt het niet dus. Alles moet maakbaar en mooi zijn. Oh, wat erg. Omdat mensen dan anders niet meer erbij horen of beledigd zijn, wat dan ook. Je creëert een totale mietjesmaatschappij. Mm. Nou. Behalve in Groningen en in Friesland. Ja, maar in the middle of nowhere. Ja, maar die doen er dus niet toe in Medialand. Daarom. De media is grachtengordel. Mm. Die vinden dat domme provincialen die bestreden moeten worden. Dus denk je, nou, wat zit je nou allemaal te ouwe nelen over feminisering en over transseksuelen? Ook dat is tegenwoordig in de media, die identiteitspolitiek, is lijn. En dan denk je, nou, waarom is dat? Omdat dat allemaal strijdt tegen het gezin. De christelijke basis die wij hebben. De blanke man aan zich. Heteroseksualiteit. Ja. Alles wat, zeg maar, hou vast. Mensen met een bedrijf. Die... Boeren. Ja. Mensen met land. Alles, mensen die wat kunnen en hebben. Alles moet onzeker zijn en onzeker worden. Nou ja, dan moet je in dat geval de sterkste groep aanvallen. Nou, dan weet ik nu al dat er nu allemaal zegt... Oh, dus Roos die zegt dus dat mensen die niet blank zijn en niet hetero en niet man... dat ze niet sterk zijn. Dat zeg ik dus niet. Maar wat ik wel zeg is dat de grootste groep in Nederland... die eigenlijk helemaal niet meer de media consumeren... omdat ze daar continu worden weggezet als niet deugend. Mm-hmm. Dat die groep heel groot is. En die groep heeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld de media... uiteindelijk te laten kantelen en te laten sturen... Ja. Zodat het een stukje eerlijker wordt. Het is een zwijgende meerderheid. Ik denk dat wij 17 maart... 2021, dat die krantjes allemaal weer volstaan met al die tikgeiten, die schrijven, dit zagen we niet aankomen. Ik denk dat er een enorme verschuiving gaat plaatsvinden bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Het is zo ver doorgeduwd, de strijd tegen alles wat normaal in Nederlands is, dat men het niet meer pikt. Mm-hmm. En dan gaan ze zeggen, we zagen niet aankomen. Tom, ik werd uitgenodigd door de Melkweg op de verkiezingsavond van het Amerikaanse presidentschap. Oh ja. Ik denk, ik ben een grote spreker, niet? Nou, werd opgehaald, podium. Er waren allemaal mensen aan het dansen en aan het feest vieren. Ja, want Hillary ging winnen. Ja. Zeker, mag ik daar wat zeggen? Nee. Ik moest helemaal achteraf in een van raar zolderkamertje. Daar zat ik dan. Ik was, zeg maar, de dat had je vroeger met kermissen, toch? We hebben een vrouw met een baard en drie tieten. Yeah. En de freakshow. Yeah. Ik was de freakshow. Okay. Dus ik zat daar, podium. Allemaal journalisten natuurlijk. Want ook gekkie komt. Eerste vraag. Met hoeveel procent Hillary zou gaan winnen? Ik zei, nou ja, die gaat niet winnen, die gaat verliezen. Trump gaat winnen.
Werd ik uitgelachen. Hele zaal. Het is natuurlijk allemaal grachtgordel. Nog media, op de avond zelf, hè? Op de avond zelf. Ja. Media in heel Nederland schreef dat Hillary makkelijk ging winnen. CNN en allemaal dat soort allemaal, prulzenders zeiden dat Hillary makkelijk ging winnen. Hoe komt dat nou? Die zitten allemaal met elkaar om dezelfde tafel. Ja. Die zitten aan de gracht in Amsterdam en die zeggen allemaal... Die Trump, dat is toch ook maar een rare boerenlul. En die is niet helemaal lekker. En hij heeft gek haar. Wat leuk. En die kan het niet winnen, want Hillary, dat is een doppeltje. Is een democraat en een vrouw. En dat is wat ze willen daar. Waar ze aan voorbij gaan, is dat deze mensen die dat zeggen... die op die grachtengordel zitten, die de Volkskrant lezen, de NRC... die gaan op vakantie naar New York, de Big Apple. En als ze daar een week zijn, dan praten ze zo als ze terugkomen. En als ze niet in New York zijn, dan zijn ze in San Fran. Dat is heel liberaal. Gay city. Amerika. Helemaal te gek. En die denken dat die twee strookjes aan de kust, dat Amerika is. Ja. En alles wat ertussen zit, bestaat niet. Ja, flyover country is het. Ja. Ja. Nou, nu hebben wij niet twee kanten, want wij hebben alleen het Westen. En het Westen doet precies dat. Die mensen die in Amsterdam zitten, in de media, ja, of in een heel Hilversum, dat rare dorpje, die denken dat zij in Nederland zitten, dat dat Nederland is. Mm. En die gaan voorbij aan alles wat daar niet zit. Ja. Dus die denken inderdaad dat, dat rechts helemaal niet groot wordt. Want zij kennen helemaal niemand die dat stemt. En alles is ook extreem in hun ogen, ja, omdat ze niemand kennen daarin, snap je? Ja, ja. Dus ons media, die doen hetzelfde wat ze met die Amerikaanse verkiezingen hebben gedaan, van Trump wint niet. Hm. Want wij kennen niemand die op hem stemt. Nou, dus hetzelfde wat de media in Nederland hebben met... rechts wordt helemaal niet groot, want ik ken helemaal niemand die erop stemt. Dat klopt. Hm. Die ken je niet. Ja. Maar dat is je probleem. Ja. Je kan geen journalist zijn als je niet je voelsprieten in de samenleving hebt zitten om te weten wat er gebeurt. Maar dat deert helemaal niet. Want je moet namelijk opschrijven of vertellen wat er opgeschreven en verteld moet worden. Dus die voelsprieten, wat een onderdeel zou moeten zijn van een journalist, mm-hmm, die hoef je niet te hebben. Nee. Je hoeft alleen maar te zeggen, oh, klimaat, erg. Oh, Trump, lul. Oh, Thierry Baudet, fascist. Oh, Jesse Klaver, leuke man. Oh, Rob Jetten, heeft gelijk. Ben je klaar? Mm-hmm. Dat is journalistiek. Maar dat kenmerkt ook wel het karakter van media. Je denkt dat het een tweerichtingen kanaal is, maar het is allemaal eenrichtingsverkeer. Ja, dat is dus het grote probleem. Dat is ook voor mijn stelling waar dat een grote gevaar is voor de media. Of voor de democratie. De media zijn een grote gevaar voor de democratie. Omdat het niet gebalanceerd is. Omdat het niet pluriform, mm-hmm, is. Ik ken mensen zelfs in mijn familie, de grootste columnist Saskia Noord, die zegt dat ze voor diversiteit is als je het met haar eens bent over haar denkbeelden. Okay. Ja. En dat is het, zeg maar, diversiteitsbeleid wat je overal ziet. Je mag een doekje op je kop hebben. Je mag een lekker ander kleurtje hebben. Of lekkere gekke kroeshaartjes. Je mag in een rolstoeltje zitten. Je mag homo zijn. Maakt allemaal niet uit. Mm. Als je maar hetzelfde nadenkt. En dat noemen we divers. Ja. Hm. Nou, dat zie je dus ook in de media. En op het moment dat je dus niet een... kijk, je zit dat gouden hoer van dat op één te kijken. Dan denk je, och, wat hemel, oh, dan komt die weer. En als je dan kan zappen en daar zit iemand die het rechtse verhaal vertelt. Dat is lekker. Hè? Dan kan je kiezen. Ja. Nou, dat is niet. Ja. Je kan niet kiezen. Dus je kan nergens voor kiezen. Als je een bepaalde manier denkt. Ja. Behalve dan, zeg maar... op internet, hè, dat soort dingen. Hier, wat jij doet, wat GS vroeger deed. En dat noemen ze dan fake news. Hmm. Dus eigenlijk hetgeen dat mondjesmaat een balans aanbrengt in meningen, wordt als nepnieuws gezien. En daarmee vernietig je de democratie. Want daarmee vernietig je de balans. Ja. En als een media niet pluriform is,
Maar media is toch gewoon in alle opzichten een correctiemechanisme op die democratie. De democratie is van onder naar boven. Maar natuurlijk. Media is een eenrichtingskanaal, is van boven naar beneden. Maar natuurlijk, dus als media het is kapot, ontworpen als correctiekanaal. Precies, en als je dus niet de macht controleert, als je dus niet de incompetentie, de corruptie, de vriendjespolitiek, de feiteloze nonsens, als je dat niet als media corrigeert, heeft de democratie een heel groot probleem. En wij zitten nu in een periode dat onze democratie een heel groot probleem hebben. Omdat de mainstream media allemaal dezelfde meningen neerzetten en hun meningen als feiten presenteren. Ja. En waarom kunnen ze dat doen? Omdat ze niet gecorrigeerd worden door andere journalisten. Want die andere journalisten met het andere geluid, die zijn er niet. Of die zitten inderdaad op een zolderkamertje in Groningen. Want die krijgen geen podia. Hmm. Want dat is niet de bedoeling. Nou, misschien kan je een keer uitgenodigd worden dat je dan bij Jeroen Pauw aan een tafel zit met 8 varen cabaretiers. Ja. En dat ze dan met z'n allen op je in mogen hakken als idioot. Hoe veranderen we dit dan, Jan? Nou ja, goed, dat moet... Is het veranderbaar, überhaupt? Ja, nou ja, het is veranderbaar met de bestorming van de instituties. Hmm. Dat is de enige manier om het te veranderen. En dat is alleen maar stemmen. Heeft geen zin. Je ziet dat die kranten worden bijna niet meer gelezen. Dat is ook niet zo gek, want je zit met een stuk doodboom, zit je zo te doen. Maar de cijfers van de NPO zijn schrikbaar en slecht. Ja. Mensen hebben er geen zin meer in. Dus als volk kan je uiteindelijk, en dat is een lange strijd, zal die verandering plaats gaan vinden. Want als de politiek op een gegeven moment verandert, er is geen markt meer voor, dus er zijn geen afnemers meer, geen consumenten, dan moet er iets veranderd worden, want er moet ook geld verdiend worden. Mm-hmm. Dus dan moeten ze wel. Dus je hebt als Nederlands volk heb je echt wel de macht. Alleen, dat gaat heel lang duren. En qua politiek mag je hopen dat het die mogelijkheid krijgt. Ja, zeker. Ja. Dat het niet voortijdig op een of andere manier wordt afgestopt. Ja. Dat is wat het is. Mm-hmm. Dus laat ik het zo zeggen, we hebben een heel groot probleem in Nederland. Ja. En dat komt niet door de politiek, maar komt door de media. Jan, dankjewel. Graag gedaan, Tom. Ja. Maar ouwe hoeren. En lekker ouwe hoeren. We gaan ook samen verder ouwe hoeren. Dat doen we zeker. Lekker podcastjes maken. Jan, bedankt. Graag gedaan. Bedankt voor je komst naar de studio. Ja. Bedankt voor het kijken. Abonneer je op ons YouTube-kanaal. Volg ons op Facebook en Twitter. En schrijf je in voor onze nieuwsbrief op bluetiger.studio. Tot een volgende keer.